Er zijn kruispunten in China. Als je daar oversteekt door het rood, dan krijg je automatisch een boete van het AI-systeem. Zonder dat daar een mens aan te pas komt. Dus er hangt een camera aan het verkeerslicht. Het is rood, je steekt toch over. AI ziet, hola, gezicht op het zebrapad. Fotootje, opzoeken in de databank en je krijgt automatisch je boete toegestuurd. Dat heeft deze persoon meegemaakt, dat is Dongming Zhu. Dongming Zhu is de CEO van een groot bedrijf in China, Gree Electric, maakt een airconditioning. Op een dag krijgt zij een boete voor oversteken door het rood. En zij kijkt naar die boete en ze zegt, dat is gek, dit is een kruispunt waar ik nog nooit geweest ben. En dan kan je de foto opvragen als bewijsmateriaal. En toen werd een en ander duidelijk, namelijk, wat was er gebeurd? Dongming Zhu stond op een affiche van haar bedrijf op de zijkant van een bus. Dus, de camera staat aan, de bus komt langs, AI zegt, hemeltje lief, gezicht op het zebrapad. Neemt een foto, zoekt dat op in de databank, dat is Dongming Zhu en die krijgt vanzelf de boete doorgestuurd. Ze heeft ze niet moeten betalen, uiteindelijk, gelukkig. Maar zij maakt dus, zij is echt CEO van een gigantisch bedrijf, maar ze doet zelf de reclamecampagnes. Ze zegt, dat spaart kosten uit. Ik denk dat ze ook een tv-reclamefilmpje heeft. Dan komt ze eigenlijk in beeld gelopen en zegt ze, mijn naam is Dongming Zhu. Al jaren maak ik airconditioning, alsof ze voor mezelf zou zijn. Wij maken uw airconditioning in China.